Het steeds meer investeren in toeristische attracties zal het toerisme in Suriname bevorderen. De toegevoegde waarde van het Tianyu Aquafon Waterpark wordt gezien om het binnenlands toerisme te bevorderen. Dit zegt Ruben Forster, coördinator activiteiten van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme in het kader van de toerismemaand. Hoe meer attracties er zijn, hoe meer mogelijkheden er zijn voor de toeristen, voor Suriname, dat ze daarvan gebruik kunnen maken. Kijk, een nieuw instrument dat binnenvalt, binnen elk district, geeft de mogelijkheid om het een beetje op te fraaien. Meer mogelijkheden voor de toeristen om gebruik van te kunnen maken. En je zorgt ervoor dat jouw plek, jouw plaats, een beetje een apart allure krijgt. Waardoor de gasten die binnenvallen voldoende gedaan kunnen krijgen als ze uw gebied komen bezoeken. Volgens Forster leveren ondernemers die investeren in toeristische attracties een belangrijke bijdrage aan het bevorderen en ondersteunen van ons toerisme. Zo is er in Suriname sinds kort aangewerkt om belanghebbenden te wijzen op het belang van toerisme. Forster is van mening dat Suriname veel potentie heeft. Zeer belangrijk. Je moet je voorstellen, wij hier in Suriname hebben sinds kort zijn we al bezig toerisme te omarmen. Er zit heel veel potentie in toerisme. Je moet je voorstellen, er zijn onze burenlanden om ons heen die maken er gretig gebruik van. En ze investeren waardoor de toerist meer gaat investeren in jouw land. Je moet je voorstellen, hoe meer attracties, hoe meer mogelijkheden, hoe attractiever het wordt. En de toeristen natuurlijk blij zijn om zo'n gebied binnen te vallen en interessant zullen vinden. Dus ik omarm alle ondernemers die hebben ingezien dat investeren in land en voor toerismeattracties om meer te kunnen bereiken voor zo'n gebied, dat het in principe van grote waarde is. Afgelopen zondag vond de soft launch van het Tianyu Aquafon Waterpark plaats. Yen Zeng, manager van dit park, zegt dat deze investering bewust is gedaan voor het Surinaams volk, zodat zij ook van bepaalde ontspanningsservice kunnen genieten, net als in het buitenland. Dit waterpark is bestemd voor jong en oud. Als we rekening moeten houden met wat we hebben geïnvesteerd en als we met alles in rekening zullen houden, is het wel een moeilijke tijd, kan je zeggen. Mensen, niet iedereen gaat het misschien kunnen permitteren. We proberen dan zo laag mogelijk de entrykosten te houden. We houden rekening met een beetje winstmarge. Eigenlijk hoeven we niet eraan te denken. En volgens Zeng heeft deze investering ongeveer $400.000 gekost. En ze verwacht dat dit bedrag binnen 5 jaar wordt terugverdiend. Dit was het Nationaal Nieuws. Na de reclame breng ik u de internationale berichten.